Ik groet jou vriendelijk. En hier is dinsdagse stukje, een beetje later is gewoonlijk, maar hier is het. En ik ga nou altijd bij zondag, want ons is een groot lijdensweek. Zondag, wat is Palmzondag, herdenk het. Toen Jezus op de rug van een donkie Jeruzalem binnengerij het. Op de rug van een donkie, vredelievend. Niet soos een koning op een paard wat kom met macht en heerskapie nie. En terwijl hij op die donkie die stad binnenrij, het die mense geskree, Hosanna, hij komt die koninkrijk van David herstel. En dit is precies de verkeerde verwachting van hom, want hij komt niet politieke koninkrijke en menselijke en wereldse koninkrijke herstel nie. Hy kom Godse koninkrijk bou. En daarom dat hulle een paar dagen later zou skree, kruisig hom, want hij het niet aan hulle verwachtinge voldoen nie. En daar vandaan gaan Jezus dan naar die tempel toe. Maar op pad naar die tempel toe sien hy een vijenboom wat geen vruchten dra nie, en hij vervloek die vijenboom. In die tempel jaag hy die mense uit mekaar en dop die tafels om, omdat hulle van die tempel roversnes gemaakt het, soos hy gesê het. En dis 'n aanhaling uit Jesaja 56, een gedeelte wat begin met laat reg en gerechtigheid geskied. En nou moet ons onthou dat toe hy uit die tempel wegloop, hulle weer by die vyeboom verbygeloop het, dat toe verdroog het. Tekenend daarvan, dat dit wat Jezus verwag van mense wat die tempel besoek, was nie teenwoordig nie. En daarom die vervloeking. En dan vandag sy verposing by die doop. Baie keer as een mens hoor dat ons uit genade gered is, sê mense, maar dan kan ons mis maar sonde doen soos ons wil. Nou, dit het niemand ooit gesê nie. Wat Paulus sê, is dat die genade altijd meer sal wees as die sonde. En hy sê dit nie om ons aan te moedig om sonde te doen nie. Hy sê in Romeine 6 vers 1 en 2, ons wat gedoop is, kan toch niet voortgaan om sonde te doen nie, want ons het gesterf saam met Christus en ons het opgestaan saam met hom. Ek en jy is deur Christus aan God verbind, met God versoen. Daarvan het my en jou doop ons verseker. En ek hoop en vertrou dat jou doop vandag weer vir jou opnuut betekenis gekry het, hier in lijdenstyd, dat jy aan God behoort, dat Jezus vir jou die dierprys betaal het, nie met goud en silwer nie, maar met sy lewe, sodat jy kan glo dat jy aan God behoort en dat jy sy kind is, sy geliefde kind, soos Henry Nouwen sê.